Kijk, je kan hier letterlijk zien dat je naar een ander land aan het rijden bent. Hè. Kijk goed naar de baan. Hè. En kijk, we rijden ook meteen Boing. Op een betere baan. Ja. Dat doen ze weer goed in Nederland. Ja. Veel beter dan naar de wegen in België. Ook aangenamer. Je hoort meteen dat het stiller ook wordt, vind ik. Daarnet hoorde je het veel harder je eigen auto rijden. En nu rijd je precies op fluisterasfalt zo. Ja. We gaan vandaag genieten van een dagje Toverland. Jules is ook mee. Jules is ook mee, hè, Jules? En papa ook. En mama. Ja. We zijn allemaal mee, hè? Ja. En we hebben in Toverland afgesproken met ook nog eens vrienden van ons. Zij zijn ook al onderweg. En we komen allemaal aan op hetzelfde moment. En dan kunnen we een leuke dag tovermagie beleven in Toverland. Ik heb er zin in. Ik ook. We zijn zo net hier door de ticketcontrole gegaan. En we komen aan op dit mooie plein. Heel exotisch. Romeetje is er ook bij gekomen. En de papa van Romee. Hallo. En Naomi is er ook bij. Hallo. En mama natuurlijk ook nog altijd. En Jules zit nog altijd in de buggy. En daar roept Jules zit nu in de buggy. Kijk, hij ziet van alles hier, hè? Ja, hè? Palmbomen. En de baby Billy is er ook bij. Eerste pretparkervaring. Ah ja. De vorige keer dat we hier waren, heb je dat toen verteld dat je zwanger was. Ja. Ja, je hebt dat stiekem tegen ons toen verteld. Ja. Avalon. Een heel mooi gedeelte. Nieuwste gedeelte hier van Toverland. Met bootjes. En een phoenix die hier rondvliegt. En achterin een hele kiddiezone. Daar gaan wij starten vandaag. Kijk, het gaat weer sneeuwen. Kijk eens hier. Hier zit er een ijsdraak. Uh-oh. Het sneeuwt. Heb je het gezien, Jules? Het sneeuwde. Het is een magische draak, hè? Ja, leuk, hè? Wat? Kijk. Of een babydraak. Heb je een babydraak gezien? Heb je het gezien? Ja. Zullen we zo hier eens gaan kijken? De Jumping Juna. Daar wil Chul wel in, denk ik, hè? In de draak of in de unicorn? De eerste attractie is een feit. Hij zit in de rode draak. Een soort van ridder eigenlijk. Achter een unicorn. Ja, handjes in de lucht, hè. Hoera. Die vliegt. Oh, in een grote toren. Wauw. Mooi. Oeh, we rijden met de potten honing. Zie je dat? De bij zit voor ons, die trekt ons vooruit. Hallo. Hallo, Dave. Hallo. Een bij zit vast. Hey, kijk eens. Magisch, hè? Mooie bloemen. Ik vind het een heel mooie tuin. Kijk eens hier onder de boom. Ah, een lekker toertje. Bijzonder, hè, Jules? Oh, fontein. Ja, vindt papa mooi, hoor, zo'n fontein. Kijk. Ja, zit er hier nog eentje? Hier, kijk, hier. Ah. Dag, Romee. Toet, toet. Yes! Een rustig bootje varen. Mooi blijven zitten, hè, Jules? Dag, bommetje. En we zitten in een bijzonder bootje. Kijk, achter ons is een lege vlakte. Dat is niet zomaar. Dat is eigenlijk een plaats voor rolstoelen. Voor mensen die niet uit hun rolstoel kunnen.
die kunnen dan wel op deze manier toch de attractie doen. Het is een mooie oplossing eigenlijk, hè, om voor iedereen toegankelijk te zijn. Hè. En nu varen we onder het bruggetje. Oei, 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 oei. Oei, oei, gaan wij daaronder varen? Heel spannend, hè? Mama, de pilaf opzetten? Allemaal kikkertjes. Welkom, zegt hij. Oh, de boeken die vliegen hier in het rond. Wauw. Hier wonen de elfjes. Ruik je ze? Tada, we zijn terug buiten. Gelukkig. Ik werd zo net nat van een heuse waterstraal hier bij de fonteinen. Jules. Iedere dag zijn er verschillende opvoeringen van Katara, een waterspektakel hier in Toverland. Op zo'n mooie zomerse dag ziet dat er fantastisch mooi uit. Hè? Wie mij kent, die weet dat ik een fonteinenliefhebber ben. En ik zie graag goed werkende fonteinen. Ja, en voor mij is dit een streling voor het oog. Muziek, water, geweldig. Wow. Als je trouwens de kans krijgt om het park te bezoeken wanneer het donker is, dan is deze vertoning ook mooi verlicht. Dus dan gaan de lichten van de fonteinen ook nog eens branden. Dan ziet er net nog een tikkeltje magischer uit. Maar dit is ook al heel mooi. En Jules geniet er ook van. Vond je het mooi? Heel mooi! Wauw! Bravo! Wauw! Dat is mooi, hè? Ja, ja, wij staan hier klaar. We staan wel buiten wel klaar. Nog één bootje hiervoor! Nog één! Nog één! Kijk eens hier, een verzopen kieken zeg. We werden daar nogal nat in, hè Jules? Amai. Ik heb hier de bal die we vorige keer hebben gekocht. Die gaan we hier terug insteken, hè. Hupsakee. Hij is weer vertrokken, hè. Ja. Hier is een superleuke baan. Zoals je die wel eens tegenkomt, onder andere in Oostenrijk. Ja, zeer gemoedelijk, hè. Ganz toll.
We betreden nu het Griekse gedeelte, waar ook Troy gevestigd is. Een houten achtbaan met heel veel pit. Troy gaat naar boven. En hier staat ook het paard van Troje. Ja, papa. Ja, mooi hè. Ga je trekken aan het touw? Ja, trek het maar mee, hè, Jules. Gaat het niet, moet papa helpen? Trek eens hè. Ja, pak het maar vast. Ga het meenemen naar huis. Trek eens hè. Gaat vooruit. Kunnen we trekken? Oei, 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 oei. Het is te zwaar. Het is te zwaar. Harder trekken. Het gaat niet, het is te zwaar. Moet het hier laten staan. Mogen het niet meenemen naar huis. Dus we gaan weg, gooien. Die zien we dus. Oh, ja, ja. Ja, opgesloten. Ah ja. Die zien we nooit meer terug. Dat is goed, dat is heel goed. Ja. Dankjewel hè, om het hier veilig te houden. Hè. Ja. Ik sta hier nu met twee kinderwagens. Met een kinderwagen met daarin twee kindjes. Romeetje en Billy zitten hierin. En hier de andere kinderwagen zit onze Jullie niet om een dutje aan het doen. Achter mij zijn zo net Naomi en Pieter en Jenno allemaal samen in de Phoenix gegaan. Het was maar 15 minuten aanschuiven, zeiden ze. Dus een ideaal moment om toch even samen in de attractie te gaan. En ik vind dat helemaal ook niet zo erg om op deze drie schatjes hier te moeten oppassen. En hier eventjes gewoon nog wat te wachten. En hoe was het? Even Phoenix gedaan. Ja, ja. Is het hier goed gelukt? Ja hoor. Van 1 naar 3. Oh, van 1 naar 3, ja. Wat een verschil, hè? Maar kijk, eentje sliep hier wel nog heel flink. Kan jij niet slapen? Nee. Mag je wel, hè? Ja. Het is allemaal goed gegaan. Het was een leuk ritje. Ja, leuk ritje. Altijd even leuk. Ah, oké. Ja. Dat is goed. We zaten deze keer aan de rechterkant van het wagentje. Je kunt links of rechts van het wagentje zitten. Ja. En we zaten deze keer aan de rechterkant. Meestal zit ik aan de linkerkant. Ah ja, maar nu rechts. Ik vind de rechterkant iets softer. Ah ja. Omdat je in die eerste bocht word je zo niet over... overgezwierd eigenlijk. Je blijft meegaan aan de... Je maakt naar het bocht naar rechts en je wordt dus niet over het... Over de baan geslingerd meer. Ja. Ja. Ik dus snap het. Het valt mee. Ja. Vond jullie het ook leuk? Ja, het was heel leuk. Oké. 5 jaar geleden, denk ik. Ja, 5 jaar. Dat ik over de kop ben geweest. Ah ja. Live entertainment hier in Toverland. Jules is alweer terug wakker. Ja, hier word ik altijd zo vrolijk van. Ja. Gaan jullie nu paardje rijden? Ja, wij zijn de volgende. Park. Goed doen, hè? Ja. Yeah. Paardje ook een beetje eten geven, hè? Ja. Goed eten geven, goed strelen, Jules. Goed verzorgen, hè? Ja, hè? En goed rijden, hè? Ja. Mooi ritje maken hier, hè? Jeehoe! Daar zijn ze, de avonturiers! Yeah. Mooi ritje maken! We zouden bijna vergeten dat Toverland ook nog twee grote hallen heeft. Met tal van attracties. Zo is het ook allemaal begonnen natuurlijk. Hè? Stelselmatig alleen maar gegroeid naar een outdoor park. Maar ook binnen zijn er dus nog steeds heel wat activiteiten. Je kan hier een hapje eten. Dat sowieso. Je hebt hier dus ook een leuke draaimolen. De blitzbaan die komt hier ook langs hier binnen zo. En dan vertrek je weer voor een parcoursje. Je hebt hier een swingboom hier in de hal. Hier zitten ze samen in de Jeep van Toverland, hè. Tada!
was heel erg fijn. En we hebben er weer van genoten, hè, Jules? Het was een heel leuke dag hier. Maar we verlaten alweer het park. Ja, de mensen gaan nog. En wij gaan door, want wij hebben honger gekregen. En je hebt hier een heel fijn restaurant. Waar wij altijd wel eens naartoe gaan, als wij in de buurt zijn hier. En daar gaan we nu naartoe. Hier zijn we weer bij het ABC-restaurant, waar je heel veel restaurants onder één dak hebt. Hier heb je de diner, de fastfood-restaurant. Kan je komen halen. Maar er is ook een Italiaans restaurant. Hier maken ze verse pasta's voor jou. En kan je ook pizza's laten maken. Die gaan in de grote ovens hier. Mexicaans restaurant. Sushi. Het was weer super hier bij het ABC-restaurant. Zoveel dat je maar wil eten. Lekker eten, vers eten. Wat heb jij allemaal gegeten? Ik heb heel veel Mexicaans, heel veel fruit en heel veel dessertjes gegeten. Vegetarisch, hè? Vegetarisch, Twin is een vegetariër, geen gemakkelijke eter, maar heeft toch veel kunnen eten. Ja. Ja. En ik heb heel wat vlees gegeten bij het Amerikaans restaurant. Maar ik heb ook lekkere sushi kunnen eten, lekkere vis gegeten. Bij het visrestaurant natuurlijk. Allee, er waren heel veel opties en ik heb van iedere keuken wel iets kunnen proeven. En ik ben er eigenlijk wel blij om. Ja, ik denk dat we met z'n allen wel een hele leuke avond en een hele leuke dag ook hebben gehad. En heel erg leuke speeltoon. Ja. Hier op de achtergrond hoort je trouwens nog een bowling, want dat is hier ook nog. En er is hier ook nog een American Golf. Ja. Dat is zo'n beetje fun, minigolf, maar dan zo wat toffer gemaakt. Hè? Ja, dat is hier een heel parcours dat hier zo doorloopt. Vond een geslaagde dag. Echt waar. Een goede combinatie. Superleuke pretpark. Heel lekker gegeten. Leuk gezelschap. Heel leuk gezelschap. En dan nog een beetje te wiegen met Billy, het kindje, met de baby. Ja. En dat hij een beetje gaat slapen voordat ze in de auto gaan, hè? Ja. Voor mij is in ieder geval echt dat wel helemaal uitgeteld. Die ligt onderaan de buggy. Knockout. Ga jij met de Cadillac naar huis of gaan we met een gewone auto? Met onze Mazda is goed. Ja? Ja, de Cadillac houden we voor de volgende anders keer. Anders staat hij er klaar, hè? Ja. Ja, wel zullen we samen gaan. Nou, rijden jullie dan met de Cadillac naar huis, hè? En braaf zijn, hè? Ja. Heel graag. Tot morgen voor een nieuwe video. Ciao!